Nou, ik ben Martin Elshout. Ik ben eigenaar van Tattoo Shop Martin. En ik ben hier om wat te vertellen van mezelf en over de tatoeages. Ja, mijn eerste tatoeage, dat was een dingetje. Toen was ik met een groep van de camping. Toen waren we in Rotterdam en dan was het meer van, jij durft geen tattoo te zetten. En toen heb ik met mijn stommelkop, ik snap het alleen niet, heb ik een schorpioen op mijn borst laten zetten. Zo groot. En ik ben ram, dus ik ja, dat was toch wel een dingetje van, Jezus, wat heb ik nou gedaan? Maar nooit spijt van gehad, echt, maar ik had wel zoiets van, ja. En toen heb ik ook een behoorlijk tijdje mijn t-shirtje van mijn moeder aangehouden, tot ze er niet achter kwam. Dus ik liep met 25 graden, liep ik gewoon met een t-shirtje aan. De tatoeages die mij het meest dierbaar zijn, dat zijn toch wel de tatoeages van mijn overleden moeder. De namen van mijn kinderen en mijn vriendin. En dus ik heb hier de coördinaten staan waar ik ze uit heb gestrooid. Ik heb hier de naam volledig staan met de geboorte- en de overlijdingsdatum. En hier aan deze kant heb ik heel het receptje van de salade die mijn moeder in haar handschrift heb geschreven laten zetten. Tussen elke kerst moet ik dat even tevoorschijn halen en dan ga ik die salade maken. Het pijnlijkste, ik heb niet echt dat ik zeg van dat was de pijnlijkste. Ik denk meer dus tot het te maken heb ook met je gestel en hoe je die dag erin staat. Ik bedoel, de ene dag kennen ze een half uurtje, een uurtje met je bezig zijn en dan heb je van, ik trek het niet meer, stop maar. Terwijl je de andere keer ben je 5 uur bezig en dan heb je aan het eind, na die 5 uur, van ja, het gaat nou apart vervelend, van nu ben ik er wel klaar mee. Maar de pijnlijkste plek, ja, het is nergens lekker, zeg ik altijd maar. Mijn plannen voor de toekomst, ze zijn voor mijn tato's zelf, ben ik ook nog lang niet klaar. Ze zijn nog steeds bezig met mijn rug. Ja, en ik heb nog plek zat. En dadelijk is mijn oudste dochter, die is nu 20, die heeft op de 11e heeft ze een tatootje bij me gezet. En mijn jongste dochter, die is nu ook 11. Dus ja, die komt er ook nog wel aan, denk ik. Die is wel begonnen, die heeft alleen een eetje van Envy proberen te zetten. Maar dat, ze was best wel bang, dus alleen de E staat er. Maar die mag ze nog wel eens een keertje afmaken.